Wanneer jouw project wordt goedgekeurd, sturen we je het contract toe. Het is cruciaal dat je dit contract tijdig ondertekend terugstuurt. Als een contract te laat of helemaal niet wordt geretourneerd, vervalt het contract en heb je geen recht meer op het budget. Lees het contract altijd goed door. Het bevat namelijk veel nuttige informatie die essentieel is voor de uitvoering van jouw project. Maar hoe ziet zo'n contract er precies uit en welke informatie vind je erin terug? Laten we het samen eens bekijken. We nemen hier een contract van CAL 2024 onder de loep. Hou er rekening mee dat de layout per CAL-jaar iets kan verschillen. Het contract of Grant Agreement bevat de algemene voorwaarden van het project. Op de eerste pagina vind je het projectnummer, onze contactgegevens en de gegevens van jouw organisatie. In het contract wordt soms gesproken over begunstigden. Ook in de contracten van organisaties die als enige begunstigde een project hebben aangevraagd. Dit komt doordat zowel voor individuele begunstigden als voor consortia hetzelfde contract wordt gebruikt. Ben je dus een individuele organisatie, dan slaat alle info voor de begunstigde ook op jou als enige begunstigde. Een belangrijk onderdeel van het contract is het gegevensblad. Dit is het enige deel in het contract waar jouw projectspecifieke informatie in is opgenomen. Hier zie je onder andere de looptijd van jouw project, de totale projectduur en het toegekende budget. Dit budget is het maximale subsidiebedrag. Als je uiteindelijk meer uitgaven hebt geregistreerd in de BM, is dat geen probleem. Maar je kunt nooit meer ontvangen dan contractueel is vastgelegd. Als we verder naar beneden scrollen, zie je een overzicht van wanneer er rapporteringen worden gevraagd en wanneer de uitbetalingen van het budget zullen gebeuren. Er is doorgaans een voorfinanciering van 80%. De eindbetaling wordt gedaan 60 dagen na ontvangst van het eindrapport. Dit betekent dat jouw organisatie doorgaans 20% van het budget moet voorschieten als jullie alle plannen hebben uitgevoerd en het budget dus maximaal hebben ingezet. In het contract staat ook het rekeningnummer vermeld waarop de budgetten worden gestort. Het is dus zeer belangrijk om dit correct door te geven wanneer de financiële gegevens worden opgevraagd. We willen benadrukken dat het belangrijk is dat jullie in de communicatie duidelijk maken dat jullie project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Gebruik daarom de logo's uit het contract. Het EPOS-logo of andere programmaspecifieke logo's zijn niet nodig. De disclaimer in sectie 17.3 is ook een essentieel onderdeel van de zichtbaarheid en communicatie rond jullie project. Je kunt de logo's downloaden via onze website. Zoek op logo en klik op de tegel Gebruik logo voor het Erasmus Plus programma 2021-2027. Hier kun je de juiste logo's downloaden. Op deze pagina vind je ook nog eens de disclaimer die je in publicaties moet gebruiken. In algemene communicatie naar ouders, leerlingen, partnerorganisaties enzovoort is de disclaimer niet telkens nodig. Gebruik de disclaimer wel in publicaties waarin jullie eigen standpunten en/of onderzoeksresultaten vermelden. Bij het contract horen ook heel wat bijlages. Bijlage 1 wordt samen met het contract via e-mail verstuurd. In deze bijlage vind je het exacte budget en de verdeling over de verschillende budgetcategorieën. De annex 1 ziet er bij een KA 121 en een KA 122 net iets anders uit. Bij een KA 121 staat een prioriteitenlijst. Jullie zien daar dat de topprioriteit het volledige budget opgebruiken is. Daarnaast moeten de uitgevoerde mobiliteiten liggen binnen de doelen van het Erasmus Plus-plan en pas als laatste prioriteit staat het benaderen van de indicatieve targets.
Een KA121-project is dus flexibel. Binnen een KA121-vetproject is het ook mogelijk om 20% van het budget te gebruiken voor internationale activiteiten. Deze optie is niet mogelijk binnen school of adult. Op de volgende pagina's zie je hoe dit budget is verdeeld, gebaseerd op jullie aanvraag. Je ziet telkens twee cijfers staan. Deze geven aan hoe het budget verdeeld kan worden over het aantal deelnemers en de duur van de mobiliteiten. Er wordt in bijlage 1 niet altijd budget weergegeven voor voorbereidende bezoeken en eventuele begeleiders. Dit hangt af van het soort project en het kaljaar. Als deze activiteiten zijn aangevraagd, maar niet in bijlage 1 staan, zijn ze wel meegenomen in de totale budgetberekening en mogen dus wel uitgevoerd worden. Ze worden niet altijd vermeld, omdat ze niet als targets worden beschouwd die gehaald moeten worden in het project. Als het project onderdeel is van een consortium, worden ook de consortiumleden in bijlage 1 vermeld. Een KA122 is minder flexibel. Bij dit soort projecten is het de bedoeling dat de indicatieve targets gevolgd worden en is er dus weinig tot geen flexibiliteit mogelijk. Wel is het mogelijk om veranderingen toe te passen binnen de activiteiten, zoals aantal deelnemers of plaats van activiteit. Bekijk het filmpje Wijzigingen bij jouw project voor meer info hierover. De overige bijlagen vinden we terug op de website. Ga naar onze bibliotheek, klik vervolgens op projectuitvoering, kies Erasmus Plus KA1, contracten en bijlagen. Deze bijlagen kunnen wijzigen doorheen de kaljaren. Weet je jouw kaljaar niet meer? Kijk dan naar de eerste 4 cijfers van de projectcode. Kies ook steeds het juiste soort project. Ook dit vind je terug in de projectcode. In bijlage 2 vind je de financiële regels. Een heel belangrijk aspect in deze bijlage is informatie over de rapportering en de bewijsstukken die moeten bijgehouden worden in de verschillende budgetcategorieën. Er wordt hier gesproken over triggering events. Hiermee wordt verwezen naar de activiteit. Deze moet plaatsvinden gedurende de looptijd van het project en moet voldoen aan de minimum ontvankelijkheidscriteria, zoals bijvoorbeeld de duur. Je moet bij een controle ook steeds de bewijslast kunnen voorleggen. Welke bewijslast dat precies is, vind je dus terug in deze bijlage. We vinden hier ook meer informatie over de reisvergoedingen. Zo kan je hier opzoeken welke transportmiddelen gelden als groen reizen. We willen graag extra aandacht vestigen op hoe je de afstand voor de reiskosten moet berekenen. Dit mag je niet doen via een GPS-app. Gebruik hiervoor altijd de tool die de Europese Commissie voorschrijft. De link naar deze tool vind je in deze bijlage. Ook in de Beneficiary Model kan je steeds doorklikken naar de Distance Calculator. In bijlage 3 vind je de toepasselijke tarieven. Let hierbij goed op dat je de bijlage kiest die bij jouw domein hoort, want er zijn verschillende tarieven voor verschillende domeinen. In deze bijlage staan de tarieven voor de verschillende budgetcategorieën. Zoals je kan zien werken we voornamelijk met forfaits. De tarieven kunnen per kaljaar veranderen. Het is echter belangrijk te weten dat de tarieven van het kaljaar waarin het project werd opgestart, gedurende het hele project blijven gelden. Bijlage 4 is specifiek voor consortia. Dit zijn de mandaten die jullie hebben doorgegeven bij de aanvraag van jullie project. In bijlage 5 vind je een aantal specifieke regels. Hier staan de regels over het maximale subsidiebedrag en de begrotingsflexibiliteit, waarbij je maximaal 15% van de inclusiesteun voor deelnemers mag verschuiven naar andere budgetcategorieën. Ook vind je in deze bijlage meer informatie over GDPR
en de communicatie, verspreiding en zichtbaarheid van het Erasmus Plus-programma. Daarnaast worden de regels voor rapportage en controles besproken. Het is dus zeker de moeite waard om deze bijlage grondig door te nemen. Bijlage 6 bevat de overeenkomsten met de deelnemers. Er zijn verschillende overeenkomsten voor groepsactiviteiten, individuele leermobiliteiten en voor een invited expert. Voor meer informatie over deze overeenkomsten verwijs ik graag naar de informatiefilmpjes Welke overeenkomsten stel ik op voor individuele en groepsmobiliteiten. Het contract is een hele boterham om door te nemen. Daarom geven we als tip mee om eerst de bijlagen grondig te bekijken. De bijlagen zijn het meest concreet en geven het beste weer wat er moet gebeuren. De bepalingen van het gegevensblad hebben steeds voorrang op de andere voorwaarden van het contract. Bijlage 5 heeft dan weer voorrang op de algemene voorwaarden die in de overeenkomst zelf geschreven staan. De bepalingen van bijlage 2 hebben steeds voorrang op die van bijlage 1. De programmagids geeft ook vaak verduidelijking op het contract. Zo, nu kennen jullie alle belangrijke elementen van het contract. Veel succes met jullie project!